Hoi, ik ben Maaike en wat leuk dat je samen met mij iets over NLT wil leren. In deze video voor de 5 HAVO-module Leef met je hart kijken we naar hoofdstuk 6, preventie. In de eerdere hoofdstukken van deze module hebben we gekeken hoe het hart werkt en wat er gebeurt wanneer je een hartinfarct krijgt. In deze video kijken we naar de risicofactoren. Wat zorgt ervoor dat je een groter risico loopt op een hartinfarct en hoe kun je de kans daarop zo klein mogelijk houden? Een van de bekendste en grootste risicofactoren is overgewicht. Wanneer je te zwaar bent, is de kans op problemen groter. Maar dit betekent niet dat je zomaar moet gaan lijnen en afvallen. Wanneer je in de groei bent, is het belangrijk dat je voldoende goede voedingsstoffen binnenkrijgt. Een diëtist kan je dan helpen. En hoe weet je eigenlijk of je te zwaar bent? Je kunt niet zomaar zeggen dat iedereen bijvoorbeeld 72 kilo moet wegen. Dat is afhankelijk van je lengte. Een veelgebruikte manier is het bepalen van je BMI, je Body Mass Index. Hiervoor deel je je gewicht door je lengte in het kwadraat. Heb je een gezond gewicht, dan heb je een BMI tussen de 18,5 en de 24,9. Is je BMI lager, dan heb je ondergewicht. Ook dat is gevaarlijk. Is je BMI hoger dan 24,9, dan is er sprake van overgewicht en neemt de kans op hart- en vaatziekten toe. Maar niet alleen je gewicht zegt iets over de kans op hart- en vaatziekten, ook de plek waar je dikker bent zegt daar iets over. Sla je je vetten op in de buikholte, dan is de kans op hart- en vaatziekten groter dan wanneer het meeste gewicht rond je heupen en je benen zit. Vet in de buikholte verplaatst zich namelijk vrij gemakkelijk. Hier komen vetzuren bij vrij. En wanneer er veel vetzuren in je bloed rondzweven, dan is dat een signaal voor de lever om LDL te produceren. Hierdoor neemt de hoeveelheid LDL-cholesterol dus ook toe. Dit is de plakkerige cholesterolvariant. De hoeveelheid HDL, de goede cholesterol, neemt juist af. En dat is dus precies niet wat je wil, want LDL-cholesterol zorgt voor een verhoogde kans op aderverkalking. Bovendien zorgt overgewicht voor een verhoogde bloeddruk. Het hart moet harder werken om het hele lichaam van zuurstof te voorzien. En wanneer je overgewicht hebt, is je bloedsuikerspiegel vaak ook hoger. Hierdoor wordt er constant insuline geproduceerd. Uiteindelijk leidt dit tot een verminderde suikertolerantie. Je lichaam gaat nog meer insuline produceren en hierdoor neemt de kans op diabetes type 2 toe en dat geeft weer een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Tot slot zorgt overgewicht ervoor dat je je moeilijker kan bewegen. Daardoor kom je in een vicieuze cirkel terecht, want minder bewegen zorgt ervoor dat je minder voedingsstoffen gebruikt. Maar als je dus wel gewoon blijft eten, dan word je dus dikker omdat alles gewoon opgeslagen wordt, als reserve. Hierdoor wordt het uiteindelijk nog moeilijker om te bewegen. En zo wordt het van kwaad tot erger. En niet alleen overgewicht zorgt voor een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Ook stress draagt daaraan bij. Normaal gesproken reageert je lichaam op iets spannends of iets engs met de productie van adrenaline. De vecht- of vluchtrespons wordt dat genoemd. Dit zorgt voor een tijdelijke hartslagverhoging en maakt je alerter. Maar wanneer je langdurig stress ervaart, dan blijft je lichaam in deze alerte status hangen. En dan gaat het een ander hormoon, cortisol, produceren, waardoor je hartslag langdurig wordt verhoogd. Wanneer je hartslag langdurig hoger is, dan neemt daardoor de kans op hart- en vaatziekten toe. Tot slot is het natuurlijk belangrijk om gezond te leven. Want ook stimulerende middelen zoals alcohol en nicotine verhogen de kans op hart- en vaatziekten. Wat leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar de volgende video's. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video beschikbaar is? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot snel!